Lopke, zilver gold, je bent niet aan het varen. Nee, helaas niet. We hadden al vooraf besloten dat afhankelijk van de wind ik wel zou varen of niet. De eerste dag is gelukt. Maar vanwege mijn gebroken duim werd het lastig om met deze omstandigheden het water op te gaan en geen schade op te lopen. Dus het is niet anders. Je bent gewoon vervangen. Ja, inderdaad. Ik heb een stand-in. Maar ik weet zeker dat ik nog wel weer terug mag komen in de boot hoor, de komende periode. Als je ziet varen, heb je dan zoiets van, jee, daar wil ik ook zitten? Ja, op zich wel. Je wil altijd de wedstrijden varen. Maar het is wel ook eens goed om vanuit een ander perspectief de wedstrijden te bekijken. Ik ben iedere dag met Jacco mee het water op geweest in de coachboot. En van buitenaf het veld bekijken en je tegenstanders bekijken, dat is ook wel weer heel erg nuttig geweest. Dus het is geen verloren tijd geweest. Hoe lang duurt het nog met je duim? Mijn duim is in principe in 3 weken heel en mag ik hem weer belasten. We zitten nu op 2 weken, dus nog 1 weekje geduld hebben. En dan ga ik hem weer rustig gaan belasten. Dan moet het, als het goed is, gewoon heel snel goed komen. Het was een nette breuk en geen zorgen voor de spelen. Goed zo, dat wilden we even weten. Gelukkig.